Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met de uitvoering van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de defensieapparaten van Suriname en Nederland. Dit zegt minister Krishna Mathura van Defensie. Mathura zegt dat de onderhandelingen al gevoerd zijn met haar Nederlandse collega Ank Bijleveld. Had u uw Nederlandse collega hier op bezoek? Er zijn afspraken gemaakt. Zijn er nieuwigheden vanuit deze afspraken? Ja, er zijn nieuwigheden. We hebben onze counterparts al in place. Er is gisteren een eerste Zoom-meeting geweest. Morgen ga ik formeel dus die counterpart installeren. Mathura zegt dat de samenwerking van de defensieapparaten de internationale band zal versterken. De samenwerking met de justitiële autoriteiten in ons land is nu ook een prioriteit.